Wat zijn volgens u de belangrijkste trends die de komende tijd op de vastgoedwereld afkomen? Ik denk een paar. Ten eerste stabilisatie van bevolkingsgroei. Een sterke groei van het aantal eenpersoonshuishoudens. En een explosieve groei van het aantal mensen boven de 65 en 70 jaar. Wat betekent dat voor de opgave in de vastgoedwereld? Dat we over hele andere vormen van wonen gaan nadenken. En dat is ook nodig uit het oogpunt als je ziet wat de effecten van internet zijn of wat de effecten van duurzaamheid zijn. Ik denk dat we in de komende 10, 20 jaar veel meer een tendens zullen krijgen naar stedelijk wonen, trek naar de stad, die versneld zal doorzetten, maar waarbij mensen wel kwaliteit willen in een alsmaar toenemende welvaart. Dus kwaliteit, zorg in de buurt, veel afwisseling en waarin mensen individueel iedere moment van de dag hun eigen keuzes opnieuw kunnen gaan maken qua wonen, winkelen en recreëren. Nou, ik denk dat financiering altijd vanuit verschillende kanten komt, maar je ziet in die veranderende trends dat er toch hele grote verschuivingen zijn in de vastgoedmarkt. Van eensgezinswoning waar je aan de grond zit en heerlijk je eigen huis kunt gaan schilderen, tot veel meer binnenstedelijk woningen waar je in goede appartementen komt met goede buitenruimtes. En ik denk dat het dus veel meer een huurmarkt wordt. En dat we financiers moeten hebben, beleggers, die de huurwoningen gaan realiseren. Net zoals de nieuwe winkels en de nieuwe kantoren of werkplekken of hoe die er ook maar mogen uitzien. En ik denk dat daar een interessante kans ligt voor de pensioenfondsen. Maar dat de overheid in zijn regelgeving daaromheen dat moet faciliteren. Maar ik denk dat we op dit moment ook wel kunnen zien dat er behoorlijk wat pensioenfondsen meer in dat goede vastgoed van de toekomst aan het investeren zijn. Om te zorgen dat hun achterban, dat als ze oud zijn, niet alleen een goed inkomen hebben, maar ook een goede verzorging en een hele mooie oude dag kunnen hebben.